vanmiddag in het mooie Ulvenhout. We zijn hier in voorbereiding op de avond van Veritas Rotterdam over zingeving. En we zijn bij u aangeschoven omdat we daar graag wat meer over willen zien met betrekking tot de economische kant. Zou u zichzelf even kort voor kunnen stellen en even vertellen wie u bent en wat u precies doet? Ja, ik ben Lans Bovenberg. Ik ben de man van Ginny Bovenberg, dus ik ben gelukkig getrouwd. Ik heb twee kinderen, Arie en Danielle. Arie die is inmiddels getrouwd, Danielle die is hard aan het studeren in de Verenigde Staten. Verder ben ik een groot fan van NAC Breda, waar ik regelmatig naartoe ga als het weer kan. En het avondje NAC, daar hou ik van. En ja, ik ben ook christen en hou van Jezus. En daarnaast ben ik, en daarom zijn jullie misschien hier, op de laatste hoogleraar economie. Ik mag in Tilburg in Rotterdam economie geven. Dus zeg maar voor de economische leken onder ons, waar houdt zich precies mee bezig, met welke kant van de economie? Ja, wat dat betreft heb ik heel veel verschillende terreinen besteken. Ik ben ooit begonnen met de economie van de overheid. Dus hoe functioneert de overheid? Ik heb met name bij belastingen veel over nagedacht. Dus hoe de overheid aan geld kan komen. En verder, daarna ben ik heel erg met duurzaamheid bezig geweest, dus milieu. Ik ben nogal een ongedurige persoon, dus steeds wil ik weer nieuwe onderwerpen bij de kop pakken. Ben ik met pensioenen en vergrijzing bezig geweest. En op dit moment denk ik vooral veel na over hoe een mensbeeld in de economie wat kan worden verbreed. Dus zeg maar het gedragsmodel, de manier waarop economen naar mensen kijken, is in mijn optiek soms nogal eens eenzijdig. En daar ben ik wat bezig om dat te proberen te verbreden. Vooral in het onderwijs, middelbare school. Om daar economie op een net wat andere manier te geven. En ook in het bedrijfsleven, dat doe ik dan vooral vanuit Rotterdam. Zijn we bezig om een nieuw product te maken. Dat noemen we Revalue. Om bedrijven en ook organisaties te helpen om meer een bedrijf te leiden. Of een organisatie te leiden vanuit hun waarden, zeg maar. Veel raakvlakken met de betekenis-economie, dus veel humane en ecologische inslag, merk ik. Ja. Dus we proberen wat de economie wat beter te laten passen op de grote vragen van deze tijd. En die hebben toch vooral te maken met duurzaamheid, je zei het al. Maar ook wel rechtvaardigheid. Hoe zorgen we ervoor dat deze samenleving bij elkaar blijft en dat we ook rekening houden met mensen die het allemaal wat minder makkelijk kunnen volgen in deze complexe samenleving. En ook hoe zorgen we ervoor dat de burger een sterke positie blijft houden ten opzichte van wat we aan de ene kant zien, hele grote overheden, denk aan China, maar ook denk aan de toeslagenaffaire in ons eigen land. En de grote bedrijven die ook steeds machtiger worden, denk aan de Googles en de Microsofts van deze wereld. De big tech. Ook steeds meer invloed op ons leven krijgen. En hoe zorgen we ervoor dat we als gewone mensen ook nog een beetje in beeld blijven tussen die big government, China, big corporations, Amerika. En als kleine burgers. In Europa. Hoe zorgen we er nog voor een soort derde weg tussen China en Amerika? Dat is, dat noemen wij dus het een oud woord, maar dat wil ik eigenlijk wat nieuw leven inblazen. Het Rijnlandse ding. Dus hoe zorgen we ervoor dat de economie ook wat menswaardiger blijft tussen die grote overheden en de grote business? En dat is dan, neem ik aan, een intrinsieke motivatie waar je dan over praat. Ook een bepaald idee erachter. Dus het verbeteren van de wereld. Zoals u zeker. Ik geloof heel erg dat de wereld gedreven wordt door ideeën. En dat, daar ben ik natuurlijk ook op de universiteit, zeg maar. Of ben ik intellectueel. Ik hou echt heel veel van ideeën. En dat zit ook een beetje in mijn naam, Bovenberg. Ik zit een beetje daarboven op die berg. Dat mag ik. Er zit een beetje na te denken over de wereld. Dat de hoge elitaire heuvel. Precies. Ja, dat is ook zo. Precies, je hebt het helemaal goed. Maar dat is ook, dat is een zwakte. Hè? Dat, dat, dat,
het gevaar is dat je verweest eruit en van de gewone, wat er gewoon op die gewone aarde gebeurt. Dus ik besef mijn kwetsbare positie, maar ik denk zelf dat ideeën heel erg leidend zijn hoe de samenleving loopt. En ik denk dat de economie ontzettend veel zegen heeft gebracht. De manier van waarop economen denken, ik ben meer van de school, het glas is half vol. Dus ik denk dat de economie een ongelooflijk groot succesverhaal is geweest. Alleen denk ik dat we nu op een punt zijn aangeland dat we wat meer aandacht moeten besteden, niet alleen aan de materiële noden, maar ook meer aan de immateriële noden. Dan gaat het meer over dingen zoals zingeving, en maar ook de sociale kanten van de mens. Dus ik denk dat we op een soort kantelpunt zijn als samenleving, maar ook als economische wetenschap. Ja, want er gebeurt natuurlijk vooral de laatste jaren, maar ook de laatste tientallen jaren, ontzettend veel. Kan u voor de economische leken onder ons uitleggen waar u denkt dat de economie op dit moment op stuk loopt of waar het nog verbetering kan gebruiken? Ja, een hele goede vraag. Ik denk, zoals ik zeg, dat economie draait. Het grote verhaal van de economie is eigenlijk, hoe werken we vruchtbaar samen? Het grote wonder van de economie is dat je, als je door samen te werken, kun je allemaal beter af worden. Dus eigenlijk is het leven geen conflictmodel van als ik wat meer winst heb, dan gaat dat ten koste van jou. Het wonder van de economie is dat je door samen te werken allemaal beter kan worden. Dus het grote verhaal is samenwerken. Dat is eigenlijk het grote verhaal. Maar er zijn natuurlijk een aantal problemen en het gaat er vooral om te zorgen dat alle belangen goed in balans blijven. Nou, er zijn een aantal belangen in onze huidige tijd die eigenlijk onvoldoende aandacht krijgen. En dat is natuurlijk het belang van de natuur. Dus zeg maar, het idee dat je door veel uit de natuur te halen zelf beter kunt worden ten koste van de natuur, dat loopt een beetje op zijn einde. Ja. Dus we moeten een economie zien te hervormen, zodat we ook de natuur mee laten winnen. Daar komt het eigenlijk op neer. En hetzelfde geldt eigenlijk voor inclusiviteit. Dus wat steeds moeilijker wordt door onze economie is dus een enorm succesverhaal. De economie wordt steeds complexer. En voor mij is wel een grote zorg, hoe zorgen we er nou voor dat mensen ook mee kunnen komen die niet zo goed met die complexiteit kunnen omgaan. Heeft u daar een concreet voorbeeld van? Nou, de verbinding tussen hoog- en laaggeschoolde mensen. Zeg maar. Ja. Nu in onze samenleving ben je een mannetje als je goed met kennis en met samenwerken kunt omgaan. Terwijl de mensen die daar wat minder goed in zijn, ook van huis uit, zeg maar, die hebben het daar een stuk moeilijker mee. Je ziet gewoon, vroeger ontmoeten mensen elkaar nog veel. Dus zeg maar hoog- en laagschool. Daar heb ik nu over kasten eigenlijk. Er dreigt een soort kastensysteem te ontstaan in onze samenleving. Nou, in Amerika is er natuurlijk ook, hebben we net over gehad, ook veel zorgen over de mensen die aan de kusten wonen. Daar gaat het goed mee, maar de mensen in het platteland, zeg maar, die blijven achter. Nou, je ziet allerlei scheidslijnen ontstaan, waardoor zeg maar het wijgevoel in de samenleving en ook in landen onder druk komt te staan. En dat is toch de basis voor een goed functionerende economie. Dat we iets samen hebben en dat iedereen profiteert. Dus zeg maar, monopolie is eigenlijk ooit ook spelmonopolie. Boordspel is ooit ontworpen om te laten zien dat het kapitalisme tot scheefgroei kan leiden en dat het spel eigenlijk niet meer leuk is. Dat is niet helemaal zo uitgekomen, maar de huis aan de zitten wint. Ja, en dan is het niet meer leuk. Nou, dat is... Maar het is wel een beetje zo. Dus als er bepaalde partijen zijn die het idee hebben dat ze niks meer te winnen hebben bij deze samenleving, dan hebben we een groot probleem. En dat is een van de uitdagingen. Dus, en hetzelfde geldt dus voor die grote. De mens dreigt wel eens ten onder te gaan tussen die grote bedrijven en de grote staat. Zeg maar. En dus een enorme uitdaging dan om die mens een sterkere positie te geven. Dus het zwakke. En voor mij draait, dus een gezonde samenleving draait om balans tussen verschillende belangen. En als sommige belangen te sterk worden ten opzichte van anderen, dan hebben we de poppen aan het dansen. Want dan is het geloof uit de samenleving. Het geloof bedoel ik dus mee dat je veilig bent. En je ziet ook in verschillende... Dat hebben we in Nederland eigenlijk heel goed georganiseerd. Ik denk dat wij een van de best functionerende landen ter wereld leven.
Daar ben ik dus enorm dankbaar voor, maar dat staat ook best onder druk. Ja, in het onderzoek naar de misstanden, dus in de huidige economie, en dan horen we veel dingen die, nou ja, metaforisch gezien, het zat een bom op barsten. Zijn er ook concrete aanwijzingen dat daar oplossingen voor te vinden zijn in de huidige economie? Ja, ik denk dat het dus vooral te maken heeft met de manier waarop we naar de mens kijken. Heel lang hebben we een soort mensbeeld, ook in economie is heel centraal geweest, wat eigenlijk het mensbeeld is van, mensen die vooral gelukkig worden door zijn eigen materiële belang na te jagen. De consumptie, maatschappij. Precies. En op zekere hoogte zit er ook wel een kern van waarheid in. We willen gewoon als mensen zelf, ons eigen belang moet veilig zijn. Dus daar zit ook zeker een kern van waarheid in. Alleen dat is een eenzijdig model. Wij worden ook gelukkig, blijkt steeds meer uit onderzoek, van andere dingen naast, zeg maar, ons materiële belang. Dat we kunnen eten, dat we gezond zijn. Dat is helemaal heel belangrijk. Maar daarnaast hebben we nog een aantal andere behoeftes als mens. En één daarvan is dat we graag gewaardeerd worden door de omgeving om ons heen. We worden dus graag gerespecteerd door een groep waar we deel van uitmaken. Daarom gaan mensen bijvoorbeeld ook graag naar het Feyenoordstadion, omdat ze deel willen zijn van een grote geheel. We willen graag deel zijn van een grote geheel en daarin opgaan. Dus dat is iets wat ook heel belangrijk is voor mensen. Dat merken we nu in coronatijd ook. Hè? Dat als je alleen maar op je eigen kamertje zit, dat is ook niet anders. Dus we verlangen weer enorm dat we bij elkaar kunnen komen. Festivals die hier ook, die ook niet soms dan weer niet doorgaan. Maar afgezien daarvan, we houden van gezelligheid. En we houden ook van betekenis. En daar gaat het denk ik jullie nu vooral over. Mensen, wij zijn, als het ware, sociale dieren, animals, die zijn altijd in beweging. Dat betekent het eigenlijk al. Dat zijn nou, animal betekent namelijk animated, dus begeesterde dieren. Die eigenlijk op zoek zijn, die altijd in beweging en ergens altijd naartoe willen gaan. En wij zijn dus altijd op zoek om ons leven betekenis, zin te geven. En dat verlangen naar betekenis, dat is ook een heel belangrijk iets van wat ons tot mensen maakt en waar mensen gelukkig van worden. Dus ik ben meer van de school, mensen hebben eigenlijk drie belangrijke verlangens, behoeften. Eén is gewoon dat ze zelf veilig zijn, het ik-belang. Een ander deel is dat ze deel willen zijn van een wij. Ze willen deel zijn van iets groters, of dat nou Feyenoord is of NAC of een land. Het oranje gevoel. Het derde wat ze willen, is ze willen van betekenis zijn van iets groters. Dus ze willen ook iets betekenen voor de wereld, voor eigenlijk zij. Dus, en dat is eigenlijk de hoogste behoefte, denk ik. Eerst willen we zelf veilig zijn, ik. Daarna willen we ook iets betekenen voor onze familie, voor ons gezin, of voor wat dan ook, wat ook ons wij is. Ja. En als we dat gevoel ook binnen hebben, dan willen we graag iets betekenen voor de grotere wereld. Bijvoorbeeld iets doen aan duurzaamheid of de grote wereldproblemen, zeg maar. En het is dus niet alleen consumeren voor jezelf. Een goed mens zijn betekent net iets meer. En de economie heeft heel erg veel nadruk gelegd op die eerste, die belangrijk is. Maar ik zie nu een ontwikkeling dat we ook wat meer erkennen, die sociale kant van de mens. Dus deel willen zijn van een groep. En daarnaast ook van betekenis willen zijn voor het geheel. Ja, u zegt dat mensen die het belangrijkste voor de mens is het ik-gevoel. Is dat niet een typische West-Europese manier van denken? Ja. Want heel veel andere culturen die denken toch heel anders. Ja, die denken veel meer vanuit het geheel. Ik denk zelf dat het gaat om die balans tussen ik en het geheel. Het nadeel van het Westerse denken is dat je heel egoïstisch wordt. En dat je eigenlijk de groep gaat beroven om er zelf beter van te worden. Zeg maar greed is good. Extreme financiële crisis. Nou, weet allemaal, daar valt de typologische voorbeeld, dat is een nadeel. Maar het Oosten heeft ook zijn nadelen. Namelijk dat het ik helemaal ten onder gaat aan het wij. Denk aan wat de Chinezen. En in China wordt iedereen gecontroleerd. Omdat het gaat om het geheel. Ik denk dus dat het goede leven, er zit een soort spanning tussen het ik en het wij en dat is gezond. En ik ben niet van de school van we zouden het wij helemaal voorop moeten zetten. Want dat leidt
Nou, dus zie je aan dat in de Tweede Wereldoorlog toen ging het individu op in het geheel. Het nazisme gaat eigenlijk over, het draait om het geheel. En niet om het individu, het communisme ook, het draait om het wij. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is, ook in de toeslagenaffaire, dat het wij rekening houdt met het individu. Dus de staat kan gewoon veel te machtig worden. Dat vind ik het gevaar van China. Ja, ik heb problemen met Amerika ook hoor, maar... Ik denk dus dat Europa op zoek is naar dat balans tussen het wij en het ik, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Daarom vind ik Nederland heel mooi, omdat wij zijn zowel individualisten, wij zijn heel erg van vrijheidslievend en we laten ons niet vertellen wat we moeten doen. Dat is een van de problemen die ook met het coronabeleid. Ja. Nederland is dat heel moeilijk te doen. In Korea en China gaat dat wat makkelijker. Daar vertel je gewoon wat mensen moeten doen. Ja. Wij Nederlanders die hebben daar wel af en toe wat problemen mee. Die weten het allemaal beter. Dus dat is ook maar dat is ook onze kracht. Ons individualisme is echt onze kracht. En dat wij veel respect hebben voor gewetensvrijheid. Ons land is zelfs ontstaan daaruit. Uit dat de staat niet mocht vertellen wat we moesten geloven. Dus daar ben ik een groot voorstander van. Tegelijkertijd zijn we ook vrij goed in het polderen. Heeft waarschijnlijk iets te maken met dat wij toch als individuen zagen dat we moesten samenwerken tegen de zee. Ja. Dus wij hebben zowel iets van het gemeenschapsdenken als van het individuele. Ik zeg wel eens, in Nederland komt het oosten, ontmoet het westen. Dus Rotterdam is bijna daar de verpersoonlijking van voor mij. Daar komt dus Amerika, China, die komen daar samen. Dat is ook een... Nou, dat is eigenlijk onze wordingsgeschiedenis. Zo zijn wij geworden als Nederland. Wij zijn uit het water opgerezen. Okay. En we hebben samen die strijd gevoerd tegen het water. En dat is onze kracht. Dat individualisme. Dus ik geloof heel sterk in die spanning. Ik ben een man van het midden. Had je natuurlijk al ook. Maar iemand die gelooft dat eigenlijk... De VVD even heel kort door de bocht, die staat voor het individualisme en de PvdA, nu heb je de SP en Forum voor Democratie even nog even extremer te trekken. Die hebben allebei een deel van de puzzel in handen. Ja. De kracht ligt in de coalitie. De kracht ligt in die spanning tussen de spanning van het ik en het wij. Denkt u niet dat het wij-denken is natuurlijk redelijk een luxe? In het liberale West hebben wij natuurlijk wel de vrijheid om aan het wij te denken. Ook doordat het ik-gedeelte al redelijk ingevuld is. Maar je kunt het ook allemaal eens omzetten. Misschien is het ik ook wel een luxe. Want als je moet overleven met elkaar... Dus wij zijn heel erg gevormd als mensen door het stamdenken, door het kuddegevoel, het kuddedenken. En eigenlijk is het ik-denken pas veel later... Nee. Opgekomen. Ja, de zelfontplooiing, de piramide van Maslow is helemaal... Dus misschien dat ik denk is misschien wel juist een teken van luxe. Ik denk eigenlijk dat de mens daar doorheen gaat. Ik denk natuurlijke, ik denk wel eens bijvoorbeeld... Het begint inderdaad vanuit het wij-denken. Dat is namelijk in het gezin waar je opgroeit. Dan moet jij, en dat is ook een taak in het leven, of een deel in het leven, dat je je losmaakt van je gezin. Dat je gaat denken, ik ben niet het gezin. Ik wil mij losmaken, ik wil zelf iets betekenen, onafhankelijk van mijn ouders, zeg maar. Dan ga je dus ik denken. En als het gezond is, ga je daarna weer jezelf binden aan een bepaald gezin. Even heel kort het boek. Nee. Ik heb wel eens een soort dus ik denk zelf dat die vrijheidsdrang, daar hebben we in het evangelie ook een verhaal van de verloren zoon. Uiteindelijk is die verloren zoon is gezonder dan de zoon die thuis is gebleven, zal ik maar even zeggen. Dus wie was de echte verloren zoon? Was misschien niet de zoon die uit het huis ging, maar de zoon die thuis bleef. Nou, dat is natuurlijk een doordenkertje. Wie was nou de verloren zoon? Maar ik geloof dus dat de jongste zoon, die was misschien wel gezonder. Omdat hij dus... Op zijn bek durfde te gaan. Op zijn bek durfde te gaan. Dus, en dat was toch het ik-denken. Hij was meer een ik-denker dan die andere zoon. Maar hij is wel tot ontdekking gekomen dat hij misschien gelukkiger was weer terug te gaan naar het huis van zijn vader. Ja, maar dat kwam ook uit gebrek. Dat is dus op je bek gaan. Dus inderdaad, ik denk vaak dat luxe is toch, dat denken we vanuit luxe, gaan we dan erg vanuit het ik denken, maar dan gaan we echt op ons bek en zien we dat dat niet echt geluk brengt.
En ja, dan ben je denk ik meer gemotiveerd om je in te spannen voor het wij. En dat is een beetje waar wij nu zitten als samenleving, denk ik. Dat we hebben een tijd heel erg het ik-gevoel omarmd. En we zien dat dat ook wel een aantal problemen oplevert. Dus we zijn een beetje weer terug aan het gaan naar, ja, ik noem dat zelf vrijwillige binding. Dus vanuit vrijheid kiezen we er eigenlijk voor om meer deel uit te gaan maken van een groter verband. Niet omdat we het moeten, maar omdat we het willen. En dat denken, zegt dus, is dus vruchtbaar voor de samenleving op lange termijn. Welke initiatieven zouden er opgesteld kunnen worden om mensen daarin mee te krijgen? Nou ja, dat doen we niet van boven, maar ik denk gewoon dat de mens zo in elkaar zit. Dus je ziet nu heel veel ontwikkelingen in de samenleving dat mensen weer dingen samen willen doen. Dus bijvoorbeeld de manier waarop bedrijven. Bedrijven is voor mij namelijk ook een gemeenschap, een samenwerkingsverband. Nou, vroeger ging het om bedrijven, ging het om winst maken. Daar gaat het nog steeds om. Maar mensen willen toch net wat meer. Dus niet alleen, kijk, geld verdienen, als je ergens gaat werken, dan wil je een goed salaris hebben. Daar is helemaal niks mis mee. He, dat is zeg maar dat ik belang. Maar daarnaast, om gelukkig te zijn, erkennen mensen, ja, het is ook wel leuk om leuke collega's te hebben. Ja. Om een leuke groep, om deel uit te maken van een leuke groep. Dat is ook wat ik van mijn werk wil. En daarnaast wil ik ook nog van betekenis kunnen zijn. En ik zie nu dat veel bedrijven proberen uit te gaan van een groter verhaal. Kijk, het winst maken is leuk, maar dat is niet een verhaal wat heel erg inspireert. En dus ik zie heel veel bedrijven en heel veel, ook landen, hè, politieke partijen, maar ook bedrijven, dat vind ik dan het meest interessant, die zijn als ondernemers, een ondernemer is denk ik iemand, een leider, die een verhaal probeert te vertellen. Een inspirerend verhaal. En dat ook te belichamen in hun activiteit. Dus een onderneming is niet alleen maar meer een winstmachine. Okay. Het is net wat meer. Dus als je een ziekenhuis werkt. Ja, dan. En ook in de publieke sector. Dat is toch net wat meer. En ook, je ziet daar steeds meer. Ja, dat herken ik wel. Ja, dus die zingeving. Die zingevende functie van een ondernemer. En van een leider. Wordt steeds belangrijker. Omdat je organisaties niet meer top-down of alleen via bonussen, dus via financiële prikkels kunt sturen. Een leider in deze samenleving, wat die zo complex is geworden, die moet vooral inspireren. Die moet vooral zingeving en zingeving. Waarom komen wij nu in beweging? Dat zei ik, dat is eigenlijk wat wij als mensen zijn. Wij willen een hoopgevend verhaal hebben. We zijn er nog niet, maar we bewegen ergens naartoe waar het de moeite waard is. En vaak gaat dat toch gepaard met enige moeilijkheden. We moeten afzien van ons eigen belang. En we verwachten van onze leider, en dat zijn we tot op zekere hoogte ook zelf, in toenemende mate een inspirerend verhaal waar we voor willen gaan. En waardoor we ook bepaalde moeites kunnen overwinnen. En dat willen we ook zien in een leider. Waar het in de moderne samenleving vaak over draait, omdat je dat niet meer top-down of via financiële prikkels kunt besturen, die relaties, wil je dat graag. In de toenemende mate zie je dat leiders hun organisaties besturen via het belichamen van verhalen. Dus eigenlijk zingeving. Okay. Nou, een plek waar mensen rijk en arm bij elkaar komen op dit moment is denk ik de kerk. Ik kan me niet een andere plek verzinnen waar dat zoveel gebeurt in deze huidige samenleving. Wat kan de kerk hierin betekenen, in deze zingeving? Ja, dan gaat het. Kijk, de kerk belichaamt ook een verhaal. Eigenlijk, de kerk ziet zich als het lichaam van Jezus Christus. Dat is eigenlijk zoals de Bijbel over de kerk praat. Nou, dat zegt het eigenlijk al. Wij belichamen het geloof van Christus in de mensheid. Ik denk dat het grote verhaal van het christendom is dat Christus geloofde in de mensheid, ondanks het feit dat er allerlei dingen mis zijn met de mensheid, dus, en met mensen. Mensen maken heel veel fouten. En wat Christus eigenlijk zei, ondanks wat jullie allemaal fout doen, ga ik toch me voor jullie inspannen. Dus wat de kerk kan doen, is ondanks het feit dat mensen fouten maken, ze niet veroordelen,
maar inderdaad zorg belichamen voor het zwakke in de samenleving. Nou, dat kan op allerlei manieren. Mensen die ziek zijn, mensen die weinig geld hebben. Het is gewoon het belichamen van het geloof in de schepping. Het grote onderneming van God, hè, om het in economische termen te zetten, is de mens. En er waren allerlei redenen waarom de mensheid een grote mislukking is. Maar in Christus, Jezus Christus zei eigenlijk, ondanks al die fouten, blijf ik in de mensheid geloven. Ik ga daarvoor zelfs aan het kruis. En daardoor is hij zelfs opgestaan. En dat geeft christenen enorm veel hoop. En dus ook de mensheid enorm veel hoop. Eigenlijk is Christus de verpersoonlijking, de belichaming van de mensheid. En dus Christus en God zegt eigenlijk tegen de mens, ik geloof in jullie. En dat is denk ik wat dat verhaal van blijven geloven in de mensheid, ondanks alle fouten. Dat is wat de kerk uiteindelijk belichaamt. En dat laat je dus zien door te blijven geloven in mensen waar andere mensen niet meer in geloven. Dat gedachtegoed neemt u ook mee de werkvloer op. Ja, nou dat is ook eigenlijk wat de economie, een gezonde economie, een gezond samenwerkingsverband, blijft geloven in het zwakke. Het versterken van het zwakke, daar draait eigenlijk het verhaal van Christus om. Hij omhelsde het zwakke en gaf dat weer hoop. En dat is eigenlijk wat de kerk belichaamt, maar wat ook een gezonde leider binnen een samenwerkingsverband, die probeert het zwakke in zijn organisatie te versterken, zodat alle belangen tot zijn recht komen. Want daar draait het uiteindelijk wel om. Dus voor mij zit er ook heel weinig verschil. Een van de vragen was bijvoorbeeld ook, hoe breng je nou christendom en economie bij elkaar? Voor mij zijn dat eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. Want Christus is eigenlijk een hele goede economist, redmeester. Eigenlijk ja, wat zijn wij mensen? Wij zijn eigenlijk economen, redmeesters. Wij hebben namelijk van God de aarde in pacht. Ja. Precies, in pacht. En wat was Christus? Christus was de tweede Adam. Dus eigenlijk de tweede econoom, ja? Die op de aarde kwam om te laten zien hoe je op een goede manier deze aarde kunt besturen. Economie betekent eigenlijk, als je naar het Griekse woord teruggaat, de eco is huishouden en nomie betekent besturen. Nomos, oikos. Eigenlijk gaat economie om het besturen van een huishouden. Dat is natuurlijk ook een oud woord, maar het betekent eigenlijk samenwerken. Dus hoe bestuur je samenwerking? Eigenlijk zei God, toen hij ons schiep, zei hij, ik wil eigenlijk dat jullie de aarde gaan besturen. Dat jullie de samenwerking op deze aarde gaan besturen. Ja. Nou, wij zijn een beetje het geloof kwijtgeraakt in onszelf, maar ook in God. En ja, eigenlijk Christus is hier gekomen om dat geloof weer terug te brengen. In onszelf en in het project van de schepping. Ik denk met dit gedachtegoed neemt je natuurlijk een andere inslag dan veel andere economen. Huh? Huh? Wat merkt u daarvan in uw werkveld? Dat u met deze inslag deze dingen probeert zo te redeneren? Ik denk dat daar weer meer ruimte voor komt. Traditioneel zijn economen heel erg gericht op de harde spelregels. Dus er zijn eigenlijk drie manieren om goed samen te werken. De ene is dwang. De andere is concurrentie. En de derde is eigenlijk liefde. En ik zie dat die eerste twee blijven belangrijk, maar ik zie steeds meer erkenning voor die zachte kant, je kunt het bijna de vrouwelijke kant, van de economie noemen. Een leider, het gaat ook om leiderschap, je ziet ook steeds meer aandacht voor vrouwen in leiderschapsposities. Ja, waar heeft dat mee te maken? Omdat het steeds meer om zingeving gaat. Het gaat niet meer alleen om macht. Ja, dat is heel erg mannelijk, zeg maar. Dat waren de harde leiders. Maar je ziet in toenemende mate dat het veel meer gaat om het verwerven van gezag. Dat geeft eigenlijk macht, tussen aanhalingstekens. En dat vereist dus veel meer het aanspreken van de intrinsieke motivatie van mensen, dat ze iets willen.
Dus dat soort instrumenten, die zachte instrumenten van zingeving, daar komt ook in de economie steeds meer erkenning voor dat de leider vooral er is om de cultuur in een bepaalde organisatie te vormen. Dus ja, economie wordt in zekere zin in die zin ook denk ik steeds vrouwelijker. Nu zegt u wel een paar symptomen waardoor blijkt dat de economie al steeds meer beweegt richting een betekenis-economie. Dus dat er genoeg symptomen al zijn die pleiten voor de verbetering. Wat zou u nog hopen dat er de komende jaren gebeurt? Of wat is uw ideologie waar we over 100 jaar zouden zijn? Ik zou vooral hopen dat is natuurlijk mijn missie. Ja, iedereen heeft een missie daarin. Maar om voor mezelf te spreken zou ik vooral willen dat jongeren begrijpen dat economie niet alleen gaat om eigen belang. En niet alleen om geld en niet alleen om markt, maar ook om wederkerig belang, dus wederzijds belang en vertrouwen en samenwerking. Dus dat we zien dat economie veel breder is. Het is een deel ervan, hè? Dus ik heb al net gezegd, ik ontken niet dat eigen belang belangrijk is, maar ik zou graag willen dat we wat meer evenwicht zouden vinden tussen het Westen, wat in de economie heel erg centraal staat, het ik, en dat we wat meer Oosters en Joods en wat minder Grieks, onze Joodse... Het ik en het wij hand in hand. Ja. Als een schaats. Als een schaats. Ik en het wij. Precies. Dus dat we dat evenwicht wat meer weer vinden. En dat jongeren dat wat beter doen dan, laten we zeggen, mijn generatie. Of wat anders doen. En jullie zeiden net al dat uw glas altijd half vol zit. Bent u optimistisch gestemd over de toekomst? Ja, ik ben zelf heel optimistisch. En dat komt er toch voor uit uit het feit dat ik geloof dat we een goede God hebben die met ons meewerkt. Dus dat er een Heilige Geest is die werkt in deze wereld. En dat is niet altijd makkelijk. Ik ben een hoopvol mens. Hoopvol is net iets anders dan optimisme. Optimisme, het gaat allemaal vanzelf goed komen. Nou, dan heb ik slecht nieuws. Het gaat heel veel strijd opleveren. Dus ik ben een hoopvol mens. Hoopvol is het midden tussen naïviteit, het gaat allemaal vanzelf goed komen, en scepticisme, van het wordt nooit wat. Ja, het gaat wat worden, maar het gaat niet makkelijk worden. Dat is een beetje het verhaal. Nou ja, dat is eigenlijk een soort Feyenoord gevoel. Goed, het is een soort, het is het midden tussen, dat is volgens mij het christendom. Het is het midden tussen, onze samenleving is scepticisme heel krachtig. Mooie visie. Ook wel mooi te zien hoe die intrinsieke motivatie soort van belichaamd in uw vakgebied. Vind ik wel gaaf om te zien. Dat je dat heel erg, je gedachtegoed heel erg kan verenigen in wat je dagelijks doet op de werkvloer. Ja, dat is ook niet direct gekomen, moet ik zeggen. En er is nog steeds wel wat te winnen, maar het is inderdaad wel een ontwikkeling die ik heb doorgemaakt. Om die twee delen van mijn leven, zeg maar, mijn economie en mijn geloof, om die op een of andere manier met elkaar te verenigen. Dat je gewoon 24 euro van dag christen kan zijn, zeg maar. Ja. Zelfs in het economisch gebied, dat heb ik wel geleerd vandaag. Ik zag altijd economie en theologie los van elkaar. Maar het kon nooit samen gaan, maar vandaag heb ik een nieuw perspectief geleerd. Dat het wel samen gaat. Nou, we willen in ieder geval heel erg bedanken voor dit interview. Ik heb er veel van geleerd. Ja, ik ook. Hebben we nog iets waarbij we op de hoogte kunnen blijven van uw werk? Of, Ja, zeker. Dus we hebben ook een website, die heet dat Stichting Innovatie Economie Onderwijs. Okay. CEO, kort. Dus daar kun je allerlei dingen vinden over een nieuwe manier van naar economie kijken. Yeah. En ook in Rotterdam hebben we ook een instituut, dat heet dan het Erasmus Economic Theology Institute, kortaf ET. Als je dat googelt, dan zie je ook allerlei dingen over hoe economie en theologie met elkaar samenhangen. Ja, dan zullen we dat gaan doen.